Dat was sowieso vrij onhandig, want de regisseur bij Wie is de Mol had bedacht dat ik een beetje een goede entree moest maken, een beetje cool moest beginnen. Okay. Dus ik moest over een strand in IJsland met een hele dikke jeep aankomen rijden en dan uitstappen en dan mijn tekst doen en dan maar instappen en wegrijden. Dus nou, uitstappen ging goed, tekst ging goed. Dus ik stap er in die auto om te vertrekken en ik zie al die kandidaten zwaaien. Ik denk nou, wat een beetje overdreven, maar aardig van ze, weet je wel, dat ze vonden dat het goed ging of zo. Dus ik rijd weg en ik... Er gebeurt dit? Ja, is nou gebeurt reek over de Samson uit koffer van een van de kandidaten heen. Oh, dat was mijn Antje bij de eerste rol. Ja. Ja. <laughs>